Uitwerking van de opgave Vliegen, onderdeel van het examen VVO 2016, tijdvak 1. Eerst weer een stukje lezen. Het gaat over vogels of vleermuizen, in ieder geval iets wat kan vliegen. En goed bekijken van, je hebt hier een D en je hebt hier een X. En wat is het? En belangrijk is dat je het getal van Strouhal hebt en dat die gelijk is aan 0,30 en het maakt niet uit wat voor een beest je daarvoor hebt. Gevraagd wordt, laat zien dat ST een dimensieloze eenheid is, grootheid is. En ja, als je goed hebt gelezen, zie je dus hier dimensieloze grootheid betekent dat hij geen eenheid heeft. Nou, dan ga je natuurlijk bezig met de formule voor de getal van Strouhal, d gedeeld x. En de eenheid van het getal van Strouhal is dan eenheid van d gedeeld door eenheid van x. Oftewel meter gedeeld door meter. En daar komt 1 uit. En inderdaad, het is dus eenheidsloos. Verder een tweede formule voor Strouhal. Nou, je hebt dus twee formules. X gedeeld d en f maal d gedeeld v. En gevraagd wordt hier, laat zien dat die formule die daar staat inderdaad volgt uit. ST is d gedeeld x, dus gevraagd wordt om formule 1 af te leiden. Nou, als je die twee formules vergelijkt, dan zie je dat die d er al staat. Dus je moet nu eigenlijk alleen nog maar aantonen dat die f gedeeld v, dat die gelijk is aan 1 gedeeld x. Als je dat hebt aangetoond, dan zie je dus dat die twee in elkaar overgaan. Nou, f gedeeld v is x, dat betekent dus eigenlijk x is v gedeeld door f. En v gedeeld door f, f frequentie, de snelheid gedeeld frequentie, ik hoop dat dan een lampje bij je gaat branden, want bij golven, de belangrijkste formule is v is lambda maal f. Oftewel, v gedeeld door f is lambda. En is het zo dat x en lambda gelijk zijn? Nou, eventjes die tekening er weer bij halen. Ja, en je ziet de afstand x daar. En als je daar een golf tekent, dan zie je dus inderdaad, en die vleugel, die gaat op en neer. Dus die voert een trilling uit en hij gaat naar rechts toe. Dus er ontstaat een golf. En inderdaad, deze afstand is precies een golflengte. Kortom, alles klopt als een bus. De punten. Inzicht dat x is v gedeeld door f, dat moet gelden. En tenslotte completeer van het antwoord de rest er helemaal bij. Soms dan denk je van, weet je wat, ik kijk even of de eenheden links en rechts van een formule kloppen. Maar dat is geen afleiding. Een afleiding is echt werken met formules. Vandaar dus deze opmerking die bij het correctievoorschrift erbij gegeven is. Een volgende vraag. Nou, weer even lezen. En de vraag is, bepaal de vliegsnelheid van de zilvermeeuw. Nou, eerst eventjes de gegevens hier. Ja, belangrijk is dat je hier dus de hoogste stand hebt, evenwichtstand en de laagste stand. En dat is precies een halve trilling. Ja, je gaat van hoog naar helemaal laag. Dus een halve trilling. En de foto's zijn gemaakt met 40 milliseconden tussentijd. Dus van daar naar daar en van daar naar daar is 40 milliseconden. Betekent dus dat het in totaal 160 milliseconden duurt voor één volledige trilling. Ja, twee keer 80 milliseconden. Dan, de spanwijdte is 1,4 meter. Dus deze afstand is in werkelijkheid 1,4 meter. Dus je kunt hier een schaalfactor toepassen. Je kunt de schaal bepalen. En gevraagd dus de vliegsnelheid. Nou, vliegsnelheid, als je dus de vorige formule er nog weer in bijhaalt. Ja, die ST is F maal D gedeeld V. Dan kun je dus daar V bepalen. Want de frequentie is bekend, want je weet de trillingstijd. De frequentie is 1 gedeeld t is
Nou, hier staat die 6,25 hertz. De D, de slagrootte, dat is deze afstand. En omdat je dus de schaal kunt bepalen, kun je dus de afstand D opmeten. En met behulp van de schaalfactor kun je dan bepalen dat die in de buurt van de 0,583 zal zitten. En ST, het getal van Strouhal, is altijd 0,30. Oftewel invullen en komt op 12 meter per seconde uit. De punten. De schaalfactor, 1 punt, op zich mooi verdiend natuurlijk. Het bepalen van die slaggrootte, met behulp van de schaalfactor natuurlijk 1 punt. Inzicht dat de omloop, de trillingstijd precies 4 keer de tijd is tussen twee foto's. En tenslotte completeren van de bepaling. Vervolgens schrijven we hier een zogenaamd UX-diagram. Ja, ook hier weer even lezen van wat houdt dit precies weer allemaal in. Ja, ik ga natuurlijk wel gewoon verder, maar je moet gewoon even op pauze drukken. En drie dingen worden gevraagd en we gaan het per opdracht natuurlijk bekijken. Dus allereerst leg uit dat de steilheid van OA gelijk is aan het getal van Strouhal ST. Nou, het getal van Strouhal, zo net gezien, x gedeeld d. Met deze afbeelding erbij. En dan moet je dus x en d. Kijk eventjes in de figuur. Die d, dat is hoogste en laagste. En deze afstand, dat is natuurlijk niet x. Maar dat is een half x. Want het is een halve golflengte. De steilheid, dat is mooi. Want je ziet dus dat je dat stukje precies een half d hebt. Oftewel inderdaad. De steilheid, overstaand gedeeld door aanliggend, is dus inderdaad precies een half x gedeeld half d, oftewel het getal van Strouhal komt overeen met de steilheid OA. Figuur B. Ja, figuur B staat erboven, dat is vogel 2. Vogel 2 ja, is groter en bereikt uiterstand bij x is 0,6, dus daar bereikt hij. Maar het maakt niet uit als je groter is. Een getal van Strouhal is voor iedereen gelijk. Dus ook voor vogel 2 ja, zal de Strouhal 0,30 zijn. En betekent dus dat de steilheid ook gelijk is aan die van vogel 1. Oftewel, je kunt die lijn doordenken. En dan krijg je dus dat voor vogel 2 daar het punt B is. Ten slotte een bepaalde slagrootte van vogel 2. Nou, als je deze hebt getekend, dan is dit stukje de helft van de slagrootte bepalen. Dus je zou hem zelfs af kunnen lezen. Je kunt hem ook nu in feite berekenen, want de steilheid van OB is 0,30. Is een half d gedeeld 0,60. 0,30 is die Strouhal natuurlijk weer. Oftewel, d is 0,36 meter. De punten voor ieder opdracht natuurlijk gewoon 1 punt. De volgende vraag is behoorlijk pittig. Lees eerst eventjes alles door. En het gaat over een grote vogel die 3 keer zo groot is. Dat betekent dus dat de lengte, breedte en hoogte ook 3 keer zo groot wordt. En ook zijn slaggrootte wordt 3 keer zo groot. Oftewel, die dingen zijn gewoon recht evenredig met de schaalfactor. Maar bijvoorbeeld de vliegsnelheid. Die is niet recht evenredig met die schaalfactor. Een 2 keer zo grote vogel wil niet zeggen dat hij 2 keer zo snel kan vliegen. Nee, de vliegsnelheid hangt af van massa en vleugeloppervlak en is recht evenredig hiermee. En voor de slagfrequentie geldt dat recht evenredig is met de schaalfactor tot de macht een bepaald getal tot de macht p. En de eerste vraag is... Ja, 3 opdrachten. De eerste opdracht is dat zien dat de snelheid recht evenredig is met k tot de macht een half. En die k is dus die schaalfactor. Dus stel je voor, een vogel is 2 keer zo groot. Laat ons zien dat de snelheid ja, de wortel van 2 keer zo groot wordt. K tot de macht een half. Dat wordt gevraagd. Nou, kijken we eerst even voor de snelheid. En de snelheid ja, die is m gedeeld a met de wortel. Ja. De massa van de vogel
Een twee keer zo grote vogel betekent dus lengte, breedte en hoogte worden twee keer zo groot. Oftewel het volume wordt 2 tot de macht 3 keer zo groot. Oftewel de massa is ook 2 tot de macht 3 keer zo groot. Of in het algemeen k tot de macht 3. Het oppervlak, lengte keer breedte, die wordt k tot de macht 2 keer zo groot. En als je die twee op elkaar deelt, dan krijg je dus wortel k, oftewel k tot de macht 1/2. En dat is wat werd aangevraagd. Tweede is, beredeneer hoe groot het getal p is in die frequenties recht evenredig met k tot de macht p. Nou, dan gaan we ook weer eventjes. En dus je moet gebruik maken dat v is recht evenredig met de macht k tot de macht 1/2. Nou, frequentie, ja, staat in de formule voor het getal van Strouhal. Oftewel, frequentie kun je berekenen hiermee. Frequentie is dus, het getal van Strouhal is gewoon 0,30. Dus de frequentie is recht evenredig met v gedeeld d. V stond boven. Die is recht evenredig met k tot de macht 1/2. En d, de slagfrequentie, ja, die is recht evenredig met k. Oftewel, als je die twee bij elkaar neemt, k tot de macht 1/2 gedeeld k, dan kom je dus op k tot de macht min 1/2. Oftewel, p is min 1/2. En opdracht 3, een zin aanvullen. Als de lengte van een vogel 4 maal zo groot is, dus k is 4, wat gebeurt er dan met de frequentie? Nou, slagfrequentie, ja, die hadden we, die was k tot de macht min 1/2. Oftewel, k is 4, betekent dus dat de frequentie 4 tot de macht min 1/2 is 0,5 keer. En de frequentie wordt dus 0,5 keer zo groot. Of je kunt ook zeggen 2 keer zo klein. De punten. Inzicht dat de massa afhankelijk is van die k tot de macht 3 en oppervlak k tot de macht 2. Nou, het zijn op zich redelijk simpele dingen. Alleen de hele opgave is wel behoorlijk opgebouwd dat het ontzettend moeilijk lijkt. Maar de eerste twee punten die kon je wel redelijk nog beargumenteren. Inzicht dat die getal van Strouhal recht evenredig is met k tot de macht 0, dimensieloosheid in feite. En tenslotte completeer het tweede antwoord en die derde regel correct invullen. En dat was de hele opgave.